Rotterdam staat bekend als een rode stad. Dat komt omdat na de Tweede Wereldoorlog de Partij van de Arbeid de machtigste partij is geworden, totdat Pim Fortuyns Leefbaar Rotterdam in 2002 de hegemonie doorbrak. De opmars van de sociaaldemocraten in Nederland werd pas mogelijk na invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919. Maar vanaf 1901 kwam al de eerste socialist in de gemeenteraad. Die man kon in zijn eentje natuurlijk geen bergen verzetten. Maar dankzij zijn bevlogen toespraak en zijn tomeloze inzet voor de armen en de arbeiders wist hij het rode vuur in Rotterdam op te stoken. Dit is de laatste aflevering van Rotterdammers van Formaat. Werd dit monument na ruim 10 jaar weer op zijn originele plek in Spangen neergezet en opnieuw onthuld. Sindsdien komen socialisten en vakbondsleden hier weer ieder jaar bijeen op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Voor wie is dit monument dan? Voor een Groninger, voor Hendrik Spiekman. En uit die rooslegging blijkt wel dat hij voor de Rotterdamse socialisten nog steeds een belangrijke figuur is. Even vragen, wie is dit? Geen idee. Nee? Nee. Beste man, mijn snor. Ik weet niet. Oh, die arbeiders Troostra? Nou, u zit wel heel erg warm. Ik heb mijn bril niet op, dus ik... Nee, dat is een... Maar zal ik hem wel wat op kan afstand u houden? Kan u helaas niet verder helpen, ik zou het niet weten. Maar dan goed, dan help ik u. Hendrik Spiekman, zegt u dat wat? Nee, mij niet. Spiekman is monument. Was PvdA of niet? Fantastisch. Yo. Hendrik Spiekman. Een sociaaldemocraat in hart en nieren. Een begenadigd spreker en schrijver, maar vooral geen intellectueel. Nee, een man van het volk. Hij werd in 1874 in het Groningse Hoge Zand geboren en was slechts 10 jaar oud toen zijn vader overleed. Op 12-jarige leeftijd moest de kleine Spiekman dan ook al aan het werk, als leerlingzetter in een drukkerij. Maar Hendrik was een slim en zeer leergierig jongetje en wilde meer. De grote armoede in het gezin en in de regio waar hij opgroeide maakte dat hij al op jonge leeftijd belangstelling kreeg voor de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders. Het socialisme kwam als ideologische stroming op aan het eind van de 19e eeuw in de wereld die net was geïndustrialiseerd. Een wereld waarin een steeds grotere tweedeling zichtbaar werd. De arbeiders, het proletariaat, werd onderdrukt door het kapitaal. Dat was de centrale boodschap van Karl Marx, die het handboek schreef voor de socialistische revolutie. Hendrik Spiekman werd door deze idealen gegrepen. En al op zijn 16e sloot hij zich aan bij de socialistische beweging. Hij had ambitie en beklom bij bijeenkomsten al snel het podium om te spreken. En spreken kon hij, volgens Jaak van der Velde, een historicus in de sociale geschiedenis en Spiekman-kenner.
Als Spiekman sprak, sprak hij haast altijd over het leven van gewone mensen. Dat raakte hem het meeste, daar was hij mee bezig. Hij ondervroeg ze, hij ging op onderzoek uit. En dan tijdens zijn toespraken, en dat kon voor een stakersvergadering zijn, maar dat kon ook in een rokerig achterafzaaltje zijn, dan vertelde hij de mensen hoe volgens hem de wereld in elkaar zat en hoe gewone mensen daaronder leden onder de omstandigheden. Het socialisme in Nederland stelde in die periode als politieke beweging nog niets voor. Ze waren verenigd in vakbonden en verenigingen en uitten hun onvrede vooral in pamfletten en socialistische bladen. In 1892 ging Spiekman als typograaf aan het werk en leerde hij die blaadjes kennen. Hij ging er al snel zelf voor schrijven en bleek ook over een scherpe pen te beschikken. In diezelfde periode woedde er een felle strijd binnen de Sociaal-Democratische Bond, de belangrijkste socialistische organisatie in Nederland, over welke richting het socialisme op moest. Revolutie of de macht verkrijgen via de parlementaire weg. Spiekman, hoe jong ook, bemoeide zich er nadrukkelijk mee. Ja, je zou kunnen zeggen, er waren twee groepen. De ene groep die wilde nu een revolutie en de wereld in één keer helemaal veranderen. De andere groep die dacht, ja, die revolutie die komt nog wel een keer, maar laten we nu maar zorgen dat we nu en hier voor de mensen brood op de plank en een goed huis en beter onderwijs en dat soort zaken voor elkaar hebben. In december 1893 kwam het tot een breuk. En de democratisch gezinde socialisten, waaronder Spiekman, richtte daarop de SDAP op, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Deze partij wordt wel beschouwd als de voorloper van de Partij van de Arbeid. Niet veel later verhuisde Spiekman naar Rotterdam, de stad waar hij het gezicht van de SDAP zou worden. Hier ging hij aan het werk, bij de belangrijkste drukkerij van de SDAP. Eerst als zetter, daarna als chef van de drukkerij en tenslotte als redacteur. Honderden artikelen heeft hij geschreven. Bijvoorbeeld voor de Socialistische Gids. Het, zeg maar, clubblaadje van de SDAP. U ziet wel, ze hadden genoeg om over te schrijven. In Rotterdam ontpopte Hendrik Spiekman zich ook als een voortrekker van de vakbeweging. Hij was zelf een actief lid, maar probeerde vooral arbeiders te overtuigen van het belang om zich te verenigen. Ja, zo rond 1900 moet je je voorstellen, bestond er geen sociale wetgeving. Er waren geen cao's, er was eigenlijk niks officieel geregeld. En vandaar dat de vakbeweging heel belangrijk was om dat een beetje op de rails te krijgen. Mensen als Spiekman waren daarom ook heel fanatiek actief in de vakbeweging om te zorgen dat er meer regulering kwam in de arbeidsomstandigheden. Want er bestond eigenlijk helemaal niets voor. Maar er was nog een andere plek om dit soort zaken te regelen. De politiek. En namens die SDAP stelde Hendrik Spiekman zich aan het begin van de 20e eeuw dan ook beschikbaar voor de Rotterdamse gemeenteraad. En in 1901 werd hij als eerste socialist in deze raad gekozen. Dat was natuurlijk bijzonder. Een socialist tussen die hoge heren van de Rotterdamse elite. Maar het was helemaal bijzonder omdat het aantal kiesgerechtigden nog beperkt was. Er mochten wel steeds meer mensen gaan stemmen, maar het algemeen kiesrecht was nog altijd niet ingevoerd. Maar blijkbaar maakte Hendrik Spiekman zeer veel indruk op die vooruitstrevende liberalen die hem aan een zetel hielpen. Maar wat deed hij uiteindelijk met die zetel? Nou, heel weinig. Hij werd eigenlijk best wel sympathiek ontvangen toen hij erin kwam. Een beetje de Rotterdamse bourgeoisie zou je kunnen zeggen. Die ontvingen met alle egards van, ach, leuk dat die man komt. Maar ze gaven hem geen enkele ruimte. Ze luisterden naar zijn praatjes. En nou, eigenlijk heeft hij heel weinig bereikt. Af en toe kreeg hij wel een beetje de ruimte. Maar over het algemeen kan je zeggen dat Spiekman in de gemeenteraad niet zoveel bereikt heeft.
toch bleef hij met een kleine onderbreking van 2 jaar tot aan zijn dood lid van de gemeenteraad en dwong hij met zijn bevlogen voordrachten wel veel respect af. Daarnaast liet hij, als een van de eersten, zien dat politiek niet langer alleen in de vergaderzaal werd bedreven. Spiekman trok erop uit. Hij ging de stad in, de straat op. En bij zijn uitstapjes kwam Spiekman vaak in de haven. De Rotterdamse haven breidde zich aan het eind van de 19e eeuw enorm uit. Dat trok veel arbeiders naar de stad. Deze mannen verrichtten vaak zwaar werk voor heel weinig geld. Tegelijkertijd was de haven zich in rap tempo aan het moderniseren. En dat betekende dat er steeds minder werk was voor de arbeiders. Machines konden het nu eenmaal sneller en goedkoper. Bovendien werkten de meeste havenarbeiders als los werkman en hadden dus geen vast contract. Spiekman noemde dit het probleem van Rotterdam. En om dit probleem te lijf te gaan, vond Spiekman dat de havenarbeiders zich moesten verenigen. Hij hielp daarom bij de oprichting van de Algemene Havenarbeidersvereniging Rotterdam. Maar het liep niet storm. En ook de grote havenstakingen die Spiekman openlijk steunde om de havenarbeiders aan zich te binden, veranderden daar weinig aan. Pas jaren later, toen hij als lid van de Tweede Kamer de stuardoorswet mede tot stand wist te brengen, verbeterde het toezicht op de arbeidsomstandigheden in de haven. En dan met name de werktijden en de veiligheid. De haven groeide dus en al het werk daar trok steeds meer mensen naar de stad. Rotterdam bouwde volop huizen om de toestroom op te vangen. Maar de arbeiderswoningen in de uitbreidingswijken waren voor de allerarmsten veel te duur. Zij waren aangewezen op de oude volksbuurten in de binnenstad. Ja, als je kijkt naar de binnenstad van Rotterdam, uit die tijd waren echt omstandigheden. Bestaande huizen werden opgedeeld, tuintjes die werden overkapt en dat was dan ook weer een woning. En zo leefden mensen soms met 6, 7 gezinsleden in 1 kamer zonder toilet. Douche bestond natuurlijk helemaal nog niet. Soms niet eens een kraan, dus die moesten naar buiten om water te halen. En dat was voor een toch vrij grote groep van 1000 mensen in de binnenstad van Rotterdam toen gewoon werkelijkheid. En hier, waar tegenwoordig ons stadhuis staat, was de situatie misschien wel het treurigst. En vond je nog geen eeuw geleden de grootste krottenwijk van Rotterdam, de Zandstraatbuurt. De woonomstandigheden in deze buurt waren echt schrijnend. Hier woonden de allerarmsten tussen de grootste rotzooi en tussen rumoerige havenkroegen die vaak als bordeeldienst deden. De Rotterdamse elite kwam hier wel eens om zich te vermaken. Maar niet om zich iets van de woonomstandigheden aan te trekken. Dat lag bij Hendrik Spiekman natuurlijk anders. Die trok zich het geld van deze mensen wel aan. Sterker nog, dit werd zijn belangrijkste missie. En samen met de journalist Louis Schotting trok hij ten strijde. Ze gingen op onderzoek uit en publiceerden de ontluisterende ervaringen in dit boek. Arm Rotterdam, hoe het woont, hoe het leeft. Sjaak van der Velde bracht dit boek enkele jaren geleden opnieuw uit. En het is nog steeds schokkend om te lezen. Nou, Spiekman en Schotting schreven eerst artikelen in een krant. En dat is later als een boekje verschenen. En om dat te maken gingen ze gewoon de straat op. Ze gingen die oude sloppenwijken in en ze klopten aan van, mag ik even kijken hoe u woont? Heeft u een kraan? Heeft u een wc? Waar leeft u van? Wat is uw inkomen? Leeft u van de bedeling? Of werkt uw man misschien? Nou, dat soort vragen stelde hij. En het trieste is als je dat boekje leest, wat die omstandigheden dan ook waren van die groepen van de bevolking. Het was echt heel verschrikkelijk. Er is 1 gezin in dat boekje, die zaten met z'n 12 in 1 kamer. En die kinderen die liepen in de blote kont rond de hele dag. En ja, het is onvoorstelbaar als je dat nu leest, dat toen, 100 jaar geleden, in Rotterdam zich afspeelde. Ga en zie,
spoorden Spiekman en Schotting hun lezers aan. Ze waren dan overtuigd dat de Rotterdamse elite wel in actie moest komen als ze eenmaal die ellende met eigen ogen zouden zien. Maar slechts enkele gingen natuurlijk echt kijken. Toch bleef de publicatie rondspoken. En het wordt tegenwoordig wel het meest geciteerde rapport over de woonomstandigheden in Rotterdam genoemd. Opnieuw bereikte Spiekman feitelijk niet zoveel. Maar ik ben er vast van overtuigd dat zijn boek van grote betekenis is geweest voor de moderne woningbouw in Rotterdam in de jaren en decennia daarna. Hendrik Spiekman maakte het allemaal niet meer mee. Op 18 november 1917 overleed hij op 43-jarige leeftijd aan leukemie. Bij zijn begrafenis bleek hoeveel indruk Spiekman toch op de Rotterdammers had gemaakt. Tienduizenden toeschouwers stonden langs de kant om een lange stoet aan zich voorbij te zien trekken. Eigenlijk stond heel zijn leven volledig in het teken van verbetering van de sociale omstandigheden van arbeiders en armen. En hij deed dat met een oprechtheid en een gedrevenheid die we tegenwoordig bij veel politici missen. Hij begon helemaal alleen in de gemeenteraad en daardoor heeft hij geen grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Maar hij heeft voor het eerst de armen en de arbeiders een stem in de politiek en in het openbare debat gegeven. En het is daarom ook niet verwonderlijk dat de socialisten hem nog steeds als hun voorbeeld beschouwen. Hendrik Spiekman, de aartsvader van de sociaaldemocratie in Rotterdam.